Deze video is mede mogelijk gemaakt door Pond Hopper Nation. Goedemorgen iedereen, het is bijna 6 uur, ik praat wat zachtjes vanwege alle mensen die hier wonen. Ik ga vandaag weer trollen, samen met Mark. Die ligt al, als het goed is, al klaar met de boot en ik hoop op een mooie dag. Het belooft een mooie dag te worden qua weer, dus we zullen het zien. Kom op, dan gaan we naar Mark. Mark en ik hebben om 6 uur afgesproken. Het is vanaf hier slechts een paar minuutjes lopen. Het is stil in de jachthaven. Logisch natuurlijk, zo vroeg in de ochtend. Als ik daar aankom, is Mark al druk in de weer zijn boot vaar klaar te maken. Dus hengels inladen. Touwen in. En we kunnen vertrekken. Alkmaar in alle vroegte, het is een fantastische stad. Inmiddels troll ik met een live kicking chat van Stormlures. Mark gokt het op een Spro Pikefighter Orange Tiger. We zijn op weg naar de huige vaart. Die te bereiken is via de Hoornse Vaart. Allemaal een prachtig tochtje die langs alle molens gaat die beter bekend staan als de zes wielen. De Hoornse Vaart is nog best diep en ik krijg toch een fikse aanbijt. Helaas loste de vis. Nou, we zijn een kleine 3 kwartier onderweg. Ik heb een flinke aanbijt gehad. Die zat eraan, maar die loste. Het is jammer, niks aan te doen. We zijn hier op een klein meertje, waarvan ik vermoed dat het vrij ondiep is. Dus ik ga met wat ondieptrekkende pluggen werken. In de hoop wat te vangen alsnog. Top omgeving. Echt genieten hoor, echt genieten. Ja, aan de omgeving ligt het zeker niet. Het is hier en daar wat zoeken naar potentiële plekjes. Nou, helaas, we hebben een heel mooi kommetje gehad hier. Ik moet wel eerlijk zijn, het is erg stil. En dus ja, het is vruchteloos helaas. We gaan een tunnel opzoeken die voor mij niet onbekend is. Is het lang varen? Nee, het is niet lang varen, dus dat scheelt. Daar gaan we nu even heen in de hoop dat we daar misschien wat kunnen vangen. Dus, ik zou zeggen, ga met die banaan. We gaan op weg naar de Huigertunnel, nabij Heerdegewaard. Daar heb ik mijn PR snoekbaars van 92 centimeter mogen vangen, welke overigens nog steeds niet is verbroken. Mark en ik besluiten onder de tunnel even aan te meren. Door de tunnel krijg ik weer een enorme dreun op de shed. Maar ook die aanbeet mis ik. Dan is het een kwestie van inwerpen in de hoop voor meer.
Mark wacht het op de dropshot. Dat blijkt een goede zet, want ogenblikken nadat ik de kamer heb uitgezet, krijgt hij een aanbijt. Helaas, ook deze lost zich. Het gaat weer lekker allemaal. Nou, we gaan voor zekerheid. We varen de route terug. We gaan een beetje richting de Sluispolder nu. Mark heeft een hele mooie aanbijt gehad onder de tunnel. Helaas, deze vis loste. We hebben ook geen idee wat het was. Hij had het vermoeden dat het een snoekbaas was. Ook ik bij het begin kreeg ook nog een aanbijt. Zat eraan vast. Ook ik loste hem. Nou, ik ben het eigenlijk wel een beetje zat. Volgens mij Mark ook wel, of niet? Ja. Ja. Nou, dus we gaan richting de Sluispolder. Even kijken wat daar te vangen valt. Het is nu 7:45 's ochtends. Dus we hebben nog alle tijd. Dus dat doen we natuurlijk wel al trollen. Dus we zullen zien. De route naar de Sluispolder is geheel de andere kant uit. Het is dus een flink eind terugvaren. We zijn nu op een plekje dat voor ons niet geheel onbekend is. Een stuk ondieper. Ja, toch een beetje zekerheid. We gaan toch even kijken of we wat kunnen vangen hier. Dus aan de slag zou ik zeggen. Hier rondom de Viaanse molen van Alkmaar zit het water vol met snoek. Toch varen we al trollend verder. Ik vis hier met een groene 17 grams customized fat iris die erg succesvol is. Mark gebruikt de 40 grams redhead van fat iris. Deze pluggen zijn prima te trollen in ondieper polderwater. En dan, eindelijk weer een aanbijt en dit keer een goeie. Deze snoek is de klos. Een bijzonder gaaf exemplaar, geen beschadiging te bespeuren. Zo, dat was er eentje, 65 tot 70 centimeter. Nou, gelukkig gaan we vandaag niet blanken, sowieso niet. Maar we gaan natuurlijk op jacht naar meer, want ik wil meer. Mark, jij wil er ook een, hè? Ja, zeker weten. Ja, zie je, zeker weten. En Mark heeft er nou een kleinere vet aardes van mij erop gezet. In de hoop dat hij daar wat op gaat vangen. Nou, ik ga er gewoon vanuit van wel. Dus komt helemaal goed. Nou, een kleine update. Net onder een tunneltje had ik er weer een. En dat was echt wel een hele grote. Ik had hem gehaakt. Maar ik loste hem helaas. Ik heb in ieder geval een getuige en ik heb het idee dat ik er nog een heb. Nee, het is gewoon begroeiing. Maar goed, we gaan verderop nog een stukje liggen. Daar gaan we nog een beetje werpen. In de hoop dat we daar nog misschien nog wat kunnen vangen. Want ja, ik baal er wel van. Deze had ik gewoon moeten hebben. Maar ja, het is niet anders. De groene 17 grams fat iris plug levert voor Mark geen snoek op. Ik gebruik hem hier wederom zelf. Langzamerhand vordert de tijd en we zijn inmiddels al op de terugweg. Alsof de duvel ermee speelt, klapt het kleine inimini snoekje toch op diezelfde groene fat iris. Dat scheelde maar een haartje. Nou, we zijn bijna bij het einde gekomen van onze route.
Veel aanbeten gehad, lossers gehad, veel pech gehad. Toch twee snoeken. Mark is er echt helemaal klaar mee. Ook al laat hij dat nu niet blijken. Geeft niet. Volgende keer beter, Mark. Voor nu hoop ik dat jullie het een leuke video vonden. En steek dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Voor nu, bedankt voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven voor meer van mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal om zo niets meer te missen.